Deze reportage gaat uiteraard over de demonstratie van moslimjongeren gisteren in Borgerhout. Maar ook over de succesvolle 300ste reuzenstoet die diezelfde dag door de straten trok. Maar eerst naar de demonstratie dus. Vrijdag was er een sms-bericht verspreid waarin werd opgeroepen om aan de drink te betogen tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Ongeveer 200 jongeren gaven hier gehoor aan. We zijn hier allemaal vandaag met al deze moslims die opkomen voor de eer van hun geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. Die wordt gespot, bespot en die wordt als in een film afgebeeld. We zijn deze kuffar aan het laten horen. Zowel in het buitenland als in deze binnenland, als in België, die ook de moslims constant zitten te aanvallen met hun niqaba en met hun niqabverbod en hun hoofddoekenverbod. Toen de demonstranten de Turnhoutse baan wilden optrekken, greep de politie in. Want daar was op dat ogenblik een braderij en de reuzenstoet van Borgerhout aan de gang. Kopstukken van Sharia for Belgium werden opgepakt en afgevoerd. Daarna werd de hele groep manifestanten door de politie ingesloten en één voor één bestuurlijk aangehouden. Ze werden met twee gecharterde bussen van de lijn naar de gevangenis gebracht. Ze wilden doordringen van op de drink naar de Turnhoutse baan en dat was eigenlijk onze grootste vrees. Daar hebben we ten allen tijde en ook echt wel even met hart tegen ons echt willen vermijden. In het totaal werden 230 personen bestuurlijk aangehouden. Middenstandsorganisatie Unizo, maar ook politici, hebben intussen de niet aangevraagde demonstratie afgekeurd. Ze zijn wel vol lof over de kordate aanpak van de politie. Ik denk dat ik namens heel Borgerhout spreek dat wij geen geweld willen op onze straten en dat wij op die manier eigenlijk wat er gebeurd is ten stelligste veroordelen. Maar dat is niet wat wij gaan onthouden van vandaag. Wat wij onthouden van vandaag is een prachtige stoet die er geweest is. En hiermee zijn we terug bij de jaarlijkse reuzenstoet van Borgerhout. Eigenlijk het onderwerp van de dag. Dit jaar een speciale reuzenstoet, omwille van de 300ste verjaardag van de reuzen van Borgerhout. En om dit te vieren werden 50 nieuwe reuzen gemaakt. Door inwoners van Borgerhout en vooral door veel schoolkinderen. Daarom liepen in dit jaar ongeveer 1000 mensen mee in de reuzenstoet van Borgerhout. Ims, de reus van het instituut Maria Stella, werd door een jury tot de mooiste reus verkozen. Een lokale bakker had voor de gelegenheid een reuzentaart van 4 meter op 2 meter gemaakt. Alle dagen een beetje aan bezig geweest, joh. Voor het voor te bereiden van de biscuitenbakken. En eigenlijk bijna de hele nacht doorgebakken voor alles gedaan te krijgen. En die werd door de winkeliersvereniging van de Turnhoutse baan gratis aan alle bezoekers aangeboden. De 11-jarige Olivia vond de taart heel lekker. Ja, super lekker. Waarom ben je gekomen? Ja, want wij wonen hier dichtbij. Deze taart, dat is eigenlijk voor de reuzen verjaardag. 'S Avonds bezochten heel wat mensen het Krugerplein, waar verschillende spektakels te zien waren. Met als verrassing een optreden van de feerieke lichtgevende reuzen. En om de 300ste reuzenstoet van Borgerhout definitief af te sluiten, was er in de Roma een uitverkocht reuzenbal met discobar, aanmoeder en een halve euro. Een mooie afsluiter voor een bewogen, maar vooral feestelijke dag in Borgerhout.